komen dagelijks een miljard nieuwe pagina's op het internet. Dus een miljard nieuwe landingspagina's of blogs. Dat content king is, dat bewijst zich ook wel in de cijfers. Kijk je naar een gemiddelde website die dus meer gaat bloggen, dan zien we in de cijfers dat die ruim 80% meer bezoekers krijgen. Sterker nog, bedrijven die op een slimme, koopgerichte manier hun content invullen, dus de juiste blogberichten schrijven en plaatsen, genereren ruim 126% meer leads. Ook voor jou liggen deze kansen klaar om eigenlijk op te pakken. Maar hoe kom je nu tot koopgerichte blogonderwerpen? In deze woensdag gemakdag video laat ik enkele technieken zien hoe dus eigenlijk ja, het brein en van je concurrenten pikt, het brein van je bezoekers gebruikt om tot zeer koopgerichte blogonderwerpen te komen. Als je kijkt naar het blog heb je eigenlijk twee secties. Een stukje wanneer je het doet wanneer je een product aan het verkopen bent en wanneer je natuurlijk een dienst aanbiedt. Als je een product verkoopt, denk dan heel erg goed na. Wat is mijn product? Wat is het resultaat dat mijn product biedt? Welke specificaties heeft mijn product? Welke problemen lost mijn product op? En in welke situaties, dus in welke gevallen wordt mijn product het meest toegepast? Stel dat jij een webshop hebt in laptops verkopen. Heb je laptops? Wat zijn dan alle specificaties die je over je laptop kan benoemen? Hoeveel geheugen erin zit, welk besturingssysteem, zit er een webcam op, is die snel, wat voor poorten zit er in je laptop? Vervolgens ga je nadenken, als je al die specificaties hebt opgezocht, dus dat is eigenlijk, als ik een nieuwe laptop bij jou koop, dan krijg ik alle specificaties. In welke situatie zit ik voordat ik behoefte heb aan een nieuwe laptop? Dat kan zijn, ik ben een student en ik ga net studeren en ik wil onderweg in de trein leren. Dan is het dus een perfect blogonderwerp de 8 beste laptops voor studenten. Stel ik ben een freelancer. Wat voor soort freelancer kan ik zijn voordat ik behoefte heb aan een nieuwe laptop? Hoe gericht jij daarmee bezig bent? Stel dat je een fotograaf. Ik ben een fotograaf of een videobewerker. Of cameraman. En ik reis heel veel met de trein. Of ik werk op flexplekken. Ik heb in ieder geval een nieuwe laptop nodig. Welke situaties zit ik dan in? Kan zijn dat mijn oude laptop wordt sloom. Ik kan niet de nieuwste programma's en updates meer installeren. Dus dan ga ik kijken welke laptop is het meest geschikt voor grafische vormgevers. Dus dan laat je zien welke specificaties je laptop biedt. En vervolgens maak je daar aan de hand daarvan je bepaalde blogonderwerpen. Je zult zien dat hoe meer je dit oefent en hoe meer aandacht je besteedt aan het eigenlijk verdiepen van welke problemen of klant, of resultaten eigenlijk jouw klant zoekt. Dus welke problemen, tegen welke problemen loopt hij aan, dus welke oplossingen zoekt hij of welke resultaten zoekt hij. Dan ga je aan de hand daarvan je blogonderwerpen bepalen, dan zul je zien dat je al sneller koopgerichte bezoekers krijgt. Je kunt nog een andere techniek gaan gebruiken, dat is dus eigenlijk de waardering. Gaan opzoeken van wat heeft dus daarvoor al een keer gewerkt. Een andere techniek daarvoor is dus eigenlijk gaan kijken van naar je concurrenten. Hoe werkt dat? Stel hè, je bent een business coach, ik typ Google in bedrijf groeien. Als ik een business coach ben, dan help ik mensen natuurlijk met hun bedrijf groeien. Nou, dan kan ik hier al vanuit mijn conculega's, om het dan zo te zeggen, kan ik kijken van hé, waar zit het? Zitten eventuele blogonderwerpen. Hoe laat ik mijn bedrijf groeien? 18 tips. Waarom wordt het ene bedrijf wel groot en het andere niet? Een andere strategie is door op meer te klikken en vervolgens op boeken. Hierbij kijk ik vervolgens van hey, welke boeken passen bij hetgeen wat ik uiteindelijk aanbied. Stel ik klik even op de scaling up formule. Google heeft in dit boek verschillende resultaten al gevonden die passen bij bedrijfgroei. Ik scroll even helemaal naar boven. En waarom doe ik dat? Omdat ik dan hier aan de hand hiervan heel makkelijk kan zien. Werving en selectie. Een belangrijk thema voor wanneer je business coach bent.
Elk bedrijf groeit vervolgens weer, komt tegen problemen aan. He, scale-ups, dus die mensen, die bedrijven die aan het groeien zijn, die komen op een gegeven moment ook tegen problemen aan van hoe vind ik de juiste personeel? Hoe selecteer ik mijn juiste personeel? Hoe stel ik een functieprofiel op? Hoe stel ik een ontwikkelsprofiel op? En hier zie ik de kernwaarden, missie en competenties. Nog een interessant thema. Hoe stel je de kernwaarden van je organisatie op? Hoe houd je focus vast? En zo kijk ik, de cashflow versnellen. Hoe zorg je voor meer cashflow? Hoe houd je cashflow in de gaten? Een andere techniek die ook met boeken te maken heeft, is dus dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld managementboek. Managementboek.nl is een van de grootste platformen die te maken heeft eigenlijk met de zaken dienstverlening. Of in ieder geval voor de ondernemers. Daar staan talloze boeken. Stel, ik klik hier dus even op een bepaald thema. Stel, financieel management. Vervolgens op boeken. En ik zie hier alle boeken die in eerste instantie het best verkocht zijn. Klik ik vervolgens op de waardering. Dan zie ik hier al het grote geldboek voor de kleine ondernemer. Ik klik erop. Ik scroll naar beneden. En ik zie hier al mijn onderwerpen. Hoe zorg je voor meer inzicht in je cijfers? Hoe houd je controle over je financiën? Hoe breng je administratie op orde? Hoe maak je een businessplan op 1 à 4? Hoe regel je de volgende zaken? Hoe formuleer je je unieke aanbod? Hoe zorg je voor een onderscheidend vermogen in deze concurrerende markt? Hoe beheer je administratie? Hoe houd je je uur- en kilometerregistratie bij? Je ziet eigenlijk al dat ik in een pakweg 5 tot 10 minuten talloze blogonderwerpen heb gevonden. Verwerk dit soort blogonderwerpen allemaal in een soort van schema. Je weet van, dit wordt in boeken geschreven. Dit boek dat ik net hier heb bekeken, die wordt over het algemeen behoorlijk gewaardeerd. Dus ik weet van, de content die wordt gewaardeerd door de doelgroep, want anders kopen mensen dat boek niet. Ik ga vervolgens onderzoeken hoe vaak wordt er op dat zoekwoord gezocht. Wat zijn eventuele kosten per klik als je daarop wil gaan adverteren. En hoe moeilijk wordt het voor jou om uiteindelijk goed gevonden te worden. Nou, vind je dat allemaal interessant? Kijk even op de blog van imgemak.nl. Daar staan talloze instructies, video's en tips over hoe je dit in kaart kunt brengen. Dit was de woensdaggemakdag. Mocht je vragen, opmerkingen hebben, ik ben sowieso even benieuwd hoe vaak blog jij. Laat even in de reacties achter. Schrijf je vaak blogs? Blog je dan 1 keer in de week? Blog je dan 2 keer in de week? Blog je 1 keer in de maand? Hoe gebruik jij content in jouw marketingstrategie? Heb je vragen, tips, opmerkingen of eventueel ideeën voor de volgende woensdaggemakdag? Laat dat van je horen. Ik zal alle reacties persoonlijk beantwoorden. En dan wens ik je nog een hele fijne dag.